Ik ben vandaag jarig! Oh, dit is echt heel erg. Je hebt een grasmat in onze keuken uitgerold. Ja, ik heb het nu wel echt zwaar. Hey, wat tof dat je kijkt naar dit bijzondere experiment op aanvraag van jullie. Het is er wederom eentje waar ik echt totaal niet naar uitkijk. Namelijk, ik ga mezelf een week lang opsluiten om te kijken wat er gebeurt. We zijn tegenwoordig super connected. Heel veel sociaal contact gaat via je telefoon. En je kan met twee klikken echt alles bestellen en thuis laten bezorgen. Maar wat gebeurt er als je echt het huis niet meer uit kan? Dat ga ik dus ontdekken. En om mezelf een beetje door deze week heen te slepen en te zorgen dat ik alles kan, heb ik deze knappers van HP gekregen. De HP Spectre X360. Ik ben echt heel erg benieuwd of ik dit experiment ga halen. Let's go! Hallo lieve mensen, het is dag 1. Ik ben wakker. Dat zie je. Ik moet vanaf nu gewoon de hele week binnen blijven. Mijn god. Ik mag gewoon een to-do-lijst gaan maken. Het is 1 uur en ik heb lunch gemaakt van allemaal restantjes. En ja, ik zit nog steeds in mijn huispak, want who cares? Niemand die me ziet. Ik bedenk me alleen dat ik echt amper meer eten in huis heb, dus het wordt hoogste tijd om boodschappen te bestellen. Maar daarvoor moet ik wel even plannen. Ik ben serieus al 2 uur bezig met boodschappen selecteren. Want geen één supermarkt bezorgt blijkbaar waar ik woon. Vet raar. En nu dacht ik dat ze bij Jumbo dat wel deden. Dus ik heb echt een lijst. En ik heb helemaal uitbedacht wanneer ik wat ga eten. Zodat ik echt een hele week boodschappenlijst kan maken. Dat doe ik echt nooit. Dus dit is echt een big step for me. En nu kom ik erachter dat ze gewoon niet bezorgen ook bij mij. Ik weet niet wat ik moet. Ik ga dood, denk ik. Hoogste tijd voor beweging, want ik zet natuurlijk heel weinig stapjes deze week. Dus ik moet een beetje flexibel blijven. En daarom begin ik met een lekker fijn yogalesje. Maxi is thuis! Ik heb niet gedoucht vandaag. Is het, dit gebeurt er als je een week in huis opgesloten zit of dit gebeurt er als je werkloos bent? Hé, hey, ik heb al gewerkt. Ik hoef het maar alleen voor niemand mooi te maken. Nee, dat is gelukt. Oh, goedemorgen, dag 2 is het. Ik zat gisteren nog eventjes te evalueren over wat ik nou allemaal gedaan heb aan werk. En dat bleek bizar weinig te zijn. Dus ik heb vandaag een compleet andere aanpak. Namelijk dat ik mezelf gewoon ga aankleden als een decent human being. Want gisteren heb ik dus de hele dag in het joggingsbroek gelopen. En ja, ik weet niet, dat motiveert gewoon niet. Dan blijf je in zo'n lazy mood, zeg maar. Dus nu, ik heb gedoucht, ik heb mijn haar gewassen, ik ben aangekleed en ik heb een to-do-lijst weer gemaakt. Dus ik hoop dat ik een stukje productiever ga worden. Ik moet wel zeggen, ik voel me nu al een beetje vollig of zo. Ik weet niet hoe dat komt, maar ja, waarschijnlijk omdat ja, dagelijkse beweging gewoon zo'n onderdeel ook is van mijn leven. Ik ben altijd aan het fietsen, lopen, wandelen. Elke avond sowieso wandelen tijdens lunch. En dat heb ik nu niet. En dat mis ik echt nu al gewoon. Hallo. Terwijl ik echt geen idee heb hoe ik het ga oplossen met de boodschappen, bedacht ik me dat vanaf nu Friends op Netflix Nederland staat. Yes. Oh ja, en ik zag dat de appie eindelijk mijn adres heeft goedgekeurd. Dus nu kan ik eten gaan bestellen. Yay! Geen honger lijden deze week. Nou, ik heb voor €125 boodschappen. En ik denk dat ik hier de week mee door ga komen. Nou, het leek mij dus leuk om jullie wat te vertellen over mijn 2018 toekomstplannen. Want je kan namelijk met deze laptop en als je deze pen erbij hebt heel makkelijk tekenen op de computer en het gewoon als een tekenblok gebruiken. Super tof. Ik kan het nog niet heel erg goed. Ik ben ook wel 100 keer al overnieuw gegaan, maar het is echt heel leuk om te doen. Dit is hem geworden en ik ga nu even kort vertellen wat er allemaal op staat. Nou, eerst heb ik er wat plaatjes ingesleept en je ziet rechtsbovenaan meteen de YouTube play button. Die zou ik heel graag willen dit jaar. Dat is gewoon, dat zou ik echt heel gaaf vinden. Die krijg je als je 100.000 abonnees hebt. Dan daaronder het to-do-lijstje. Dit jaar wil ik sowieso natuurlijk dit gebeurt er als experiment blijven doen. Daarnaast ben ik bezig met een nieuwe serie, maar daar kan ik je nog niet zo heel veel over vertellen, sorry. En tenslotte natuurlijk elke maand een nieuwe brievenrubriek, de allerslechtste brievenrubriek van Nederland.
Dan daaronder schrijf ik event. En dat is iets wat ook totaal nog niet is uitgewerkt. Maar waar ik denk wel heel veel tijd in gaat zitten in 2018. Ook hoop ik net als in 2017 weer heel wat mooie plekken te zien van de wereld. Ten slotte een soort van privé bucketlistje. Ik wil namelijk elke maand in ieder geval één boek lezen. Uitlezen. Ik wil natuurlijk regelmatig blijven sporten. Daarnaast zit ik nog te denken om iets van vrijwilligerswerk te gaan doen. Maar ik weet nog niet hoe ik dat precies wil vormgeven. Ten slotte wil ik vaker kaartjes sturen. En iets wat er niet op staat is dat ik veel minder met mijn telefoon wil bezig zijn. Zeker als ik met familie of vrienden ben. En de rest is nog een vraagteken. Ik laat altijd heel veel gewoon op me afkomen. En ik ga met de flow en ik grijp kansen waar ik ze kan grijpen. En dat hoop ik ook weer te doen in 2018. Dat was hem even in het kort. En deel ook even jouw 2018 plannen. Oké, ik voel me eenzaam. Ik heb geen energie. Dus oogst tijd voor een muziekje. De buren kunnen me heus niet zien. La la. Ik hoor net van Max dat we vegan kapsalon gaan eten vanavond. Dus dat betekent dat ik wel even in beweging mag komen om het een beetje te balanceren. Oké, misschien toch niet een heel slim idee, want ik heb nog vet last van mijn enkel omdat ik van een trap af ben gevallen in Polen. Ik dacht dat de trap 2 treden had, maar hij had er 4. Kortom, ik moet iets anders bedenken dan trappen lopen. Ik heb iets tamelijks doms gedaan. Ik zat namelijk met een kaars te spelen. En nu zit het over. Oh, dit is echt heel erg. Het zit helemaal in mijn vinger. Ik was zo aan het dingen en toen schoot ik dus zo richting mezelf. Ik ben echt zo'n dombo. Oké, tot zover de vrijdag. Nieuwe dag en vandaag was het eigenlijk helemaal niet moeilijk om binnen te blijven. Want ik heb de hele dag in de keuken gestaan. Hard voorbereiden omdat we vanavond allemaal mensen hebben uitgenodigd. Familie. Om ja, een beetje gelukkig nieuwjaar te wensen. Een klein beetje mijn verjaardag te vieren. De appiebestelling komt zo en ik ga me voorbereiden. Zo. We hebben boodschappings. En het is toch nog soordof op tijd. Maar je hebt gewoon doe mij één van alles, heb je gezegd. Ja, en ik heb er helemaal geen plek voor. Nou, shower maar dan, denk ik, hè? Ja. Misschien moet je helpen. Nee. Ik ben een echte keukenprinses, want ik heb helemaal vegan taartjes gemaakt. Een recept van Lisa Goes Vegan. Of jullie het lekker vinden? Yeah. Het is vandaag zondag. Ik zou echt van alles kunnen doen. Ik kan even gaan werken. Ik kan gaan Netflixen lekker. Maar ik heb gewoon nergens zin in. En ik voel me gewoon rusteloos. En ik wil gewoon naar buiten. En ik wil gewoon frisse lucht en ik wil lopen en bewegen. En dat deed me dus denken aan een term die ik eerder al hoorde toen ik het over dit experiment had, namelijk cabin fever. En ik zat het even op te zoeken. En dat is dus een toestand van rusteloosheid en prikkelbaarheid veroorzaakt door een tijd lang in een afgesloten ruimte te blijven. En dat is dus cabin fever en dat is dus echt een ding. En het omschrijft ook zo wat ik nu voel. Misschien is dat heel erg overdreven, maar ik ben gewoon zo rusteloos. Ik wil van alles doen en ik wil van alles niet doen. Herken je dat? Ja, ik heb het nu wel echt zwaar. Zo, wat denk jij daarvan als wij eens even een romantische date night gaan hebben? Oh, dan moet ik enthousiast doen. Ja, leuk. Oké, okay, klaarmaken dan. Maar ja. Oké, okay, ready to go. Oké, right. See you so. Hoi. Hallo. Lieverd, proost hè. Op ons hè. Eet smakelijk, Maxi. Eet smakelijk, meisje. Nou, romantisch. Jam, 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 jam. Hé, hey, niet op je telefoon zitten. Nou, dit gaat natuurlijk prima zo. Wij gaan nog even verder dineren. Bye. Dit gaat mijn leven verrijken. Wat denk jij, Gollum? Oh. Oh. Zo. Natuur. Lekker. Ah, hier kan ik wel aan wennen hoor, jongens. Ga je me nog een cocktail brengen of...
Oké, ik ben dus net thuis en ik begrijp van Marije dat ik moest filmen terwijl ik binnenkwam. Ik heb geen idee wat ze allemaal aan het doen is, maar ik moest filmen terwijl ik binnenkwam en verder geen context. Okay. Hallo? Hallo! Wat is dit? Welkom in mijn fort! Iemand heeft duidelijk een hele productieve dag gehad. Houden wij je mond, doe ook een hoofddeksel op. Yes! Sportprinsessen! Hey! Ik ben vandaag jarig! En die spendeer ik binnen helemaal alleen. Super verrassend dit, maar ik kan het je niet aanraden om een week binnen te blijven. Ik vond het heel heftig. Maar stiekem ben ik wel onder de indruk van hoe het heeft geholpen dat ik van HP deze mooie Spectre mocht gebruiken. Ik heb echt uren zitten Netflixen, uren zitten tekenen. Dat vond ik super leuk. En ik heb gewoon heel veel werk kunnen doen. Het blijft ook bijzonder hoe licht zo'n ding is, terwijl je er zoveel mee kan. En kijk ook gewoon even hoe fucking tof en mooi die eruit ziet. Goed, heb je nog vragen? Let me know. Bedankt voor het kijken.